Hey hey, welkom terug bij Karen's Papercraft. Welcome back, thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt, dankjewel. Today I'm going to show you how you can make your own envelopes using the paper trimmer. Vandaag laat ik je zien hoe je zelf enveloppen kunt maken met de paper trimmer. Kijk, soms wil ik dat mooie papier niet eens kleiner knippen. Sometimes I just don't want to cut up this beautiful designer series paper. So I make bigger and bolder cards with it. Dus ik maak grotere kaarten ermee. Dan heb je ook een grotere envelop nodig. Nou, dit is dus een flink stuk designer series paper. This is quite a chunk of designer series paper. But also for scraps, maar ook met reststukjes kun je een heel mooie kaart maken. You can make a beautiful card with some scraps. These are just three panels. And you see I've made several cards with my scraps. Ik heb er verschillende kaarten mee gebruikt. Het zijn drie stukjes van 3 bij 2 inch, 3 bij 2 inches. And I've matted them on some Poppy Parade cardstock, which is just 1/8 of an inch larger, 1/8 inch groter. Alle maten staan op mijn blog. All the measurements are on my blog. And the link is below. De link staat hier beneden. Nou, ik laat je dan zien hoe je een envelop kunt maken voor deze kaart. En ik gebruik daarvoor ook hetzelfde designer series paper. I'm using the same designer series paper. You may think, what a waste of paper. Misschien denk je, wat zonde van het papier. Maar soms wil je gewoon een bijzondere kaart. Sometimes you need a special card. And I think this would make a wow statement. Okay, now, this card is 5.5 by 7. 5.5 inch by 7 inch. Dus was 11 inches en dan scored in half. Was 11 inch en dan op de helft gerild. Ik heb dus één stuk designer series paper nodig en dat ga ik eerst snijden. En ik leg het papier zo in de papier snijden in de paper trimmer. And first I'm going to hang on. En niet de arm uit. Ik moet even de arm eruit doen. Want ik wil een stuk hebben van 9 inch. En ik zal proberen in beeld te blijven. I'll try to stay in the picture. So I'm putting it down. I want to cut a 9-inch piece of cardstock. There we go. Dan doe ik even de arm weer dicht. I'm closing the arm. Now, with the long side top, and you score on whichever side of the paper you want to be the inside. Je rilt op die kant van het papier die de binnenkant wilt laten zijn. Dus als je dit de binnenkant wilt laten zijn, ril je aan deze kant. Wil je dit de binnenkant hebben, dan ril je aan deze kant. Ik doe dit voor de buitenkant. I want this to be my outside, so I'm going to score on this as my inside. Okay, now then. So with the long side top, you score at 1/2 inch. And 5 3/4. Now you move your paper again, and I'm trying to show you what I'm doing by staying in camera. Okay, now with the 1/2 inch side top, met die 1/2 inch kant boven, leg je hem op je trimmer, en dan ga je voor de helft snijden en voor de helft rillen. You're going to, well, meer dan de helft. Dus tot hier ga je snijden. So you're going to cut until that score line. And you're going to score from there upwards. Now, you put your paper in the trimmer. And your first score is at 3/4 inch. En die eerste gaat op 3/4 inch. Dus ik doe hem dicht met mijn blade. Ik ga even met mijn hoofd in beeld, denk ik. En snijd ik tot aan die rillijn. I'm cutting as far as that score line and I'm scoring the rest. Dus ik heb gesneden en gerild. Cut and scored. You flip your paper, you keert your papier om en dan leg je hem op 1 inch. You put it at the 1 inch mark and you do the same thing. So you score as far as your, sorry, you cut as far as your score line. And if you can't see that very well, it helps to fold it before you do this. Als je hem niet goed kunt zien, die lijn, dan helpt het als je hem eerst even omvouwt voordat je hem gaat snijden.
So you can see where I've put my tear and tape. Now all I have to do is flip this side over. Die kant vouw je naar rechts toe. En dan haal je het eraf, de achterkant. This is going to be the bottom. Dit wordt de bodem. Hij bolt een beetje op, it bulges a little, but that doesn't matter, because it'll mean you have plenty of room to stick your card in. Dat betekent dat je voldoende ruimte hebt om je kaart erin te doen. Deze laat ik zitten, want als ik hem ga versturen, dan haal ik die er pas af en dan vouw ik hem om. Kijk. Adreslabel erop, stik een adreslabel aan, stamps of course, en een postzegel. En je hebt een prachtige kaart om te sturen. Nou, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Thank you very much for watching. Bye bye.